Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Streetgasm TV. De afgelopen periode hebben we je meegenomen naar enkele van onze leden. En we hebben je een kijkje achter de schermen gegeven bij onder andere de Rideout en bij Cars & Sushi. Sinds aflevering 1 krijgen we de vetste reacties van jullie. Dus namens Maurice en ik en de crew, dank jullie wel. We lezen alles, dus we waarderen heel erg jullie betrokkenheid. En worden heel erg gemotiveerd om door te gaan. De winter komt eraan, dus helaas wat minder evenementen op de kalender. Maar dat geeft wel de ruimte om weer lekker op de koffie te gaan bij onze leden. En om toffe auto's te bekijken. En dat begint vandaag. Maurice, eindelijk de McLaren GT. Ja, eindelijk man. Vanaf dat hij uitkomt wil ik er eigenlijk al een stukje mee rijden. Het is er eigenlijk nooit van gekomen. Maar vandaag heeft Lauman Exclusive hem voor ons beschikbaar gesteld. Pak de sleutels, gaan we rijden. Ik denk dat ik ga rijden. Oké, steen, papier, schaar. Laat jij het lot bepalen, durf je hem aan? Ja. Oké. Mee, hè? Als je 60 bent, dan gaat het zo. De GT, eindelijk man. Ja. Ik ben zo benieuwd. Het begint op 250.000 euro, Thomas. Deze zoals hij hier staat. Fokjes. Ja, ik weet dat mijn kleren duur optie geeft. Ik zeg 300. 340.000 euro. 340. Ja. Dus hij is helemaal rammetje dus, vol. Dus dat is 90.000 euro aan opties. We hebben iets nieuws bedacht. Vanaf nu gaan we iedere aflevering gaan we jullie de kans geven om vragen te stellen. En die behandelen wij dan in de episode. Dus we hebben vandaag op Instagram hebben we flink wat vragen binnen aan zien komen, volgens mij al. Ja. Die gaan we zo, nou, ik denk dat Amrit zo meteen gaat beantwoorden. Ja, ja, ik ga ze even opzoeken straks. Dan ben ik heel benieuwd wat jullie te vragen hebben. Maar heb je vragen gemist? Volg ons even op Instagram, op Streetgasm. Kun je de volgende aflevering met de volgende auto jezelf de vraag stellen. En in de comments in deze video kunnen jullie bepalen welke auto het wordt. Dus hey. Interactief jongens. Deze is ook heel klassiek gespekt. Ja, een beetje dat koffieachtige interieurleer. Ja. Chic. Gewoon heel in combinatie met dat donkerblauw vind ik hem wel echt een gentleman's car. Ja, echt een gentleman's car. Een chique GT is het, maar toch met een vleugje race auto. Je hebt wel echt die typische turbo wissel van McLaren. Ja, het is gewoon een, uiteindelijk McLaren. Het is toch wel een beetje de race auto voor de straat. Wel vet hoor. De klappen van de bak zijn vet, zelfs op comfort al. Dus... Ja. Volgens mij is dit de enige GT met vleugeldeur. Dat denk ik wel, ja. Ja, ja sowieso. Even een idee, GT is een Gran Turismo. Dat houdt eigenlijk in dat het een sportauto is, maar toch wel met comfort. Kijk, ik ga even dwars. Toch wel met een beetje comfort. Dat is, maar toch wel met comfort. Kijk, ik ga even dwars. Toch wel met een beetje comfort. We gaan even lekker wat bochtenrichtjes pakken. Ik voel het gewoon licht goed te gaan. Het is gewoon een speels GT eigenlijk. Ik vind dat vet aan McLaren. Eigenlijk elke McLaren heeft toch een beetje dat racegevoel en is eigenlijk altijd heel snel. Altijd. Leuk is dat ze nu een heel breed programma hebben. Hè. Dus ze hebben eigenlijk een instap sportklasse, hè, wat ze eigenlijk doen. Dus dat is met die 540. Daar hebben ze zelfs van uitgebracht. 75 natuurlijk, nu die 600 LT. Je hebt nu die 720
Nessus 765 LB die eraan komt, waar ik heel benieuwd naar ben. Ja, dat is voor mij de game ook. Ja, qua look sowieso. En deze dan, die GT, ja. GT Gran Turismo, voelt het zo als je erin zit? Ik maak hem voor de tweede keer mee. En op de comfortstand heeft hij echt wel een beetje dat deinende comfort. Want het blijft toch een 0-200 seconden auto. Hey, dat dakje, daar is iets heel speciaals mee. Hè? Ik haalde bij Laam, want zeiden ze dat heeft een hele speciale naam. Ik ben het alweer vergeten, maar Electrochromic op zijn Engels. Ja. Op zijn Nederlands dan elektrochromisch. Dat wil zeggen, er zit een technologie in het glas verwerkt. Uit de Boeing, hè? Ja. Het raam donkerder maken. Ik zal het even demonstreren. Nou, kijk, daar zit de knop met afstelling. En hier zit inderdaad je keuzes. En dan zie je, ga maar even door, Maurice. Ja, vet hoor. Hoe donker die wordt. Je ziet gewoon nu helemaal dicht eigenlijk. Maar als je wel helemaal licht zet, boom. En hij reageert ook echt snel, hè? Echt heel vet. Ja, en dan krijg je verder. We hebben een beetje een koffieachtige leerkleur. Het is ook wel vet. Het is alleen wanneer je de auto start, heb je hier een displaytje. Ja, dat is wel cool, hè? Toch wel een beetje Ferrari, hè? Hé? Hey? Ja. Nou, dit is de Navi en wat we net bedoelden, dat hij best intuïtief reageert. Zie je dat? Best snel. Android powered. Not bad at all. Carbon hier, mat carbon. Dit is voor mij persoonlijk, vind ik de deur. Dat is heel vet. Weet je dat echt dat McLaren logootje verwerkt erin? Dat is echt wel cool. En op erg ruim. Oh, ga jij doen. Kijk, even die toeren tellen. Here we go. Woo! Mag je zo hard in Mexico? In Mexico wel. En wat vet is bij McLaren, je kan zo'n auto echt alles kan je custom maken. Het kost natuurlijk geld. Ja. Maar ja. Je kan alles spekken. Ja, ik vind het heel mooi. Ja, alles is verwerkt met leren, hè? Ja. Alles. Kijk, hier bijvoorbeeld denk je, ik heb een spiegeltje nodig, maar dan zit je spiegeltje daar. Normaal is dit een aluminium beugeltje. En nu ook gewoon leer. Zelfs deze leer bekleed. De achterbak, als je hem open doet, is Forged Carbon. Ik weet niet of je het kan zien. Ja, ik kan wel even zoomen hoor. Okay. Dat is Forged Carbon. Dat is een speciaal stukje carbon. Bekend eigenlijk van Lamborghini. Ja, Lamborghini die is ermee begonnen als eerste. Heel duur, maar wel heel mooi. Ja, laten we eens wat vragen erbij pakken. Op Instagram een poll gemaakt waarop jullie vragen konden stellen over de auto waar wij in de aflevering van Street Gas TV mee rijden. Oké. Zijn er dan ook, hè? Ja, we hebben echt een vraag als eerste. Top, dankjewel. Verschillende vragen, dus we gaan er even een paar verschillende vragen. Begin met de makkelijke. Oké. Bob Life Divi. Divi, dankjewel voor de vraag. Wat wil McLaren met deze prachtige wagen uitstralen? Wat voor rijder hebben ze op het oog? Het is wel een diepgaande vraag. Precies zo'n rijder als mij. Relaxed, rustig. Maar ja, ik denk dat het is, dat een GT Gran Turismo is inderdaad echt wel een beetje chill mode. Ja, een auto om te reizen, hè. Eigenlijk een auto om te reizen. En wat McLaren met deze auto wil doen, en dat zeggen zij ook, ze willen dat je een auto hebt waarmee je naar het circuit kan rijden, een show kan stelen, track mode kan zetten, een paar rondjes op het circuit kan doen, en daarna gewoon lekker met je vrouw en je hondje achterin weer naar huis. Dus eigenlijk een beetje een comfortabele daily supercar. Eigenlijk dat. Dat is ook eigenlijk wat een GT is. En dan denk ik, wat voor rijder hebben ze op het oog? Ja, ik denk niet dat een hele jonge rijder deze ook op. Een hele jonge rijder zou eerder voor een 75S gaan. Heel eerlijk, als je de keuze hebt uit een aantal auto's, wat natuurlijk steeds vaker gebeurt, mensen leggen autocollecties aan, zal ik dit wel een hele fijne vinden, misschien om erbij te hebben. Balans. Ja. En als je deze spekt in het oranje met carbon en... Dan kan die wel heel bruut over. Ja. Dan kan die ook jong zijn. Dus ja, ik denk dat ze best wel een breed scala aan klanten hebben voor deze auto. Ja. Oké, Demi nogmaals dankjewel. Volgende vraag. Even kijken. Robin _ BJ _GD1 _. Die vraagt hoe is het geluid? Nou, ik kan tellen. Dat klinkt echt goed hoor. Voor een turbo 8 cilinder. Ja. Ja, gaan we toch steeds met door. Ja. Maar toch klinkt het goed. Ik vind die turbo whistle zo vet. Ja. Jullie horen het waarschijnlijk niet op de video, maar als je gewoon rustig draait, je geeft een beetje gas, je laat hem los. Oh man, dat is genieten, joh. Volgende vraag. Ik heb nog maar een basisvraag natuurlijk. Topsnelheid van Vincent EP. Topsnelheid, ja, dit is officieel.
324. Maar ja, we weten het, hè. Hij kan ook wel 340. Iedere McLaren gaat sneller, hè? Ja. Dus ja. Je misschien wel 340. Dus het is gewoon eigenlijk boven de 330. Leuke vraag voor ons beiden, Bries. Ja. Corvette Live Holland. Wat trok jou het meeste aan bij de GT? Oké, jij. Toen die uitkwam en ik zag de lijn en ik zag de kont van die auto. Ja. Was ik echt weggeblazen. Ik vond het zo gewaagd. Vet concept. Ja. Ja, dus ik denk vooral de lijnen en de looks van hoe deze McLaren GT eruit ziet, dat vind ik wel zinnig. Ik vond echt dat ik dacht, wat ik dacht, wow, McLaren, weet je wel waar je aan begint? Dat is wat ik dacht. Ja. Ik dacht van ja, want je moet toch echt wel even iets anders gaan bouwen. Dus ik was heel nieuwsgierig naar hoe dat zich uitpakt in het begin. Dus wat mij aantrok was eigenlijk de nieuwheid. Weet je wel, dat het een nieuwe uitdaging is voor McLaren. Wat ik eigenlijk wel denk dat het gelukt is. Leuke vraag van Dutch_carspotter18. Heeft McLaren deze auto zelf gedesigned of een ander bedrijf? Weet jij de antwoord op? Ja, daar weet ik van. Ik heb deze auto gefilmd en getest en gereviewd. Deze auto is gedesigned door McLaren zelf. De gozer heet Robert nog wat. Die werkt voor McLaren, komt bij General Motors vandaan. Dus hij is eigenlijk intern getekend. Grappig vraag van Ivo.shs. Dit is echt een hele goede vraag. Heeft hij pops en bangs? Deze niet, maar hij heeft wel, als je terugschakelt, een plofje. Hoor je het? Net op een rommeltje. Ja. Dus hij heeft vanuit zijn standaardafstelling heel stier wat agressieve pops en een beetje backfire. Maar niet de pops en bangs zoals jullie dat kennen, jongens. Nee. Maar ik denk wel dat als je met deze auto aan de gang gaat en je zet hier een ander uitlegsysteem op. Oh, maar op! Vraag van MR Yari. Welke rijdt beter? 27 of de GT? Die kunnen we beide wel doen. Ik vind niet dat je mag vergelijken. Nee, het zijn andere auto's, twee andere auto's. Tuurlijk is het een McLaren, een supercar en snel, maar ze hebben toch verschillende functies. Ja, de ene is echt een supercar. De 27 vind ik echt een supercar. Die koop je om lekker een track day mee te gaan rijden. Echt een hardcore sportauto koop je ermee. En dit koop je gewoon. Je zou bijna zeggen erbij om lekker mee naar Toscane te gaan om lekker een reis mee te maken. Afstand naar je af te leggen. Ja, man. Breda, Goringen, Braam eigenlijk. We gaan vandaag naar Rukven. Daar zit Fastlane Exclusive. Kenny en Jesse zijn recent eigenlijk begonnen met een exclusief autobedrijf, Fastlane Exclusive. Ze zijn eigenlijk bekend. Binnen de Street Gasm Family door een knalrode Lamborghini Aventador SVJ. Ja. En die SVJ, daar zit een heel mooi verhaal achter. Ik ken dat wel niet. Dat kennen jullie straks vertellen in de aflevering. Ik ben heel benieuwd, want die auto kennen we inderdaad. Eigenlijk de Lamborghini, hè? Ja, ik vind het een van de. Überhaupt de Aventador is een van de allervetste auto's of all times. Fast and Exclusive! Hallo. Zo, goed je weer te zien, man. Hoe is het hier al? Goed, jongen. Hey jongens, leuk dat we hier zijn. Onwijs mooie zaak, complimenten. Even terug naar 2018. Jullie werden lid bij ons. Daarna gebeurde er iets heel grappigs. Wat gebeurde er nou precies? Ja, dat was wel een heel leuk verhaal. Ja, eerste aftermovie geweest voor de rit van het jaar daarvoor. SG2K, ja. Vonden we zo vet. Wij dachten van, weet je wat, we moeten volgend jaar weer mee rijden. En uiteindelijk wilden we natuurlijk onze droomauto ook halen. En dat was een SVJ. Nou was daar een beetje een probleempje. Daar kwamen we niet zomaar bij. Ik denk, ik ben brutaal. Ik heb een van jullie om te kijken van... hebben jullie enigszins connecties ergens of noem maar op? Hey, en letterlijk het bericht, jongens, hebben jullie connectie bij Lamborghini? We willen een SVJ. Ja, klopt. Het letterlijke bericht was dat, klopt. Hè? Ja, en ik denk van ja, ik laat me gewoon met de deur in huis vallen. Nou, en uiteindelijk door jou een connectie gekregen. Ik heb die opgebeld. Ik zit in de connectie auto. Connectie waar? Wat was het natuurlijk? In Dubai natuurlijk. Ik zit in de auto, ik bel die jongen op.
En ik zeg van luister, ik heb gehoord dat jij een SVJ te koop hebt en ik zou graag willen komen kijken. Nou, en ik wist nog helemaal van tevoren niet dat het in Dubai was. Dus ik zeg van nou, ik kom dadelijk wel langs. Dus die man zegt van ja, dat is goed. Maar dat is in Dubai. Dus ik denk in Dubai, ja. Ja, nou ja, ik door een hoop wikken en wegen. Ik denk, weet je waar, ik vlieg er gewoon naartoe. Ik ga gewoon kijken. Nou, uiteindelijk in 2 weken tijd ben ik 1 keer alleen geweest. Ja, die jongen ontmoet, de auto gezien. Samen uiteindelijk de 2e keer met Kenny. Ja, en die ervaring daar, dat was super. Kijk, maar hoe ging dat? Want even voor de mensen thuis. Jij belt dus iemand op die je eigenlijk helemaal niet kent. Ja. Je hoort dan van ons dat ja, hè, dat is goed. Dat is vertrouwd. Ja. Maar jij weet verder van niks. Nee. En je gaat dan even naar Dubai om naar een Avente door te kijken. Ja, klopt. Ik was ook nog nooit in Dubai geweest. Dus, nou goed. Eenmaal in Dubai inderdaad, nou was die auto eigenlijk verkocht. Nadat ik inderdaad 2 keer ben geweest in 2 weken tijd. En die het inderdaad via StreetGasm ook kwam, dus dat ik de auto mee ging rijden met StreetGasm, vond hij dat eigenlijk super tof. Toen heeft hij inderdaad gezegd van, nou luister jongens, de gunfactor is voor jullie, dus jullie mogen de auto kopen. Toen was de Aventador er. Ja. Daarna ging alles redelijk in de sneltreinvaart, want nu 2 jaar later zitten we hier in Rukven in een schitterende showroom. Klopt. Bij Fastlane Exclusive. Wat hebben jullie ertoe gezet om dit te beginnen, om Fastlane Exclusive op te zetten? Nou, we hadden natuurlijk een prachtige auto, of ja, auto's. Hè. We hebben de Aventador, we hebben de BMW's die we allemaal hebben gereden, die we ook mee hebben genomen, de StreetGasm. Maar om die te krijgen, dat pad daar naartoe, hè. Dus naar een autodealer gaan, jezelf voorstellen en eigenlijk een beetje de deur worden gewezen. Dus ja, vanuit die positie hebben we een beetje bedacht van, weet je wat, wij kunnen dat soort dingen ook anders doen. Hè. Je kan iemand die, je moet iedereen serieus nemen in dit soort dingen. Dus als ik nu bijvoorbeeld een Porsche GT2 RS zoek en die hebben jullie niet toevallig staan, nee. Hoe ziet dat eruit? Hoe gaan jullie te werk? Nou, wij gaan met de klant of met jou gaan wij zitten en wij gaan jou enkele dingen vragen. Dus welke kleur wil je vooral niet, welke wil je vooral wel, de kilometerstand en het budget. En dan gaan we samen op pad om die auto te zoeken. Jij hoeft niet zelf mee natuurlijk, want ja, daar heb je geen tijd voor. Dus wij gaan die auto zoeken en als wij exemplaren hebben gevonden, dan gaan we er of samen naar kijken of ja, we halen hem, net zoals bij andere klanten hebben we dan gewoon rechtstreeks onze showroom. Wij zorgen dat die auto tiptop in orde is. En wat hebben jullie al een beetje binnengehaald? Hebben jullie wat toffe auto's die je uit kan lichten? Ja, we hebben onder andere een gele Aventador SVJ mogen verkopen aan een klant. En daar zijn we natuurlijk enorm blij mee, want ik rijd er zelf ook heen. Dus als je die auto mag verkopen, ja, dat is fantastisch. Ook wel een van de dikkere auto's die je kan verkopen gelijk. Ja, zeker. Tuurlijk. Nou, die hebben we ook gelijk meegenomen naar de StreetGasm Family. En vanuit de StreetGasm Family hebben wij ook weer natuurlijk leuke opdrachten gehad. Waaronder een C63 AMG, een RS6, een M2. Dus ja, we mogen zeker niet klagen wat dat betreft. En dat gaat de goede kant op. Ja. Leuk man. Over 5 jaar, waar staat Fastlane dan? Wij hebben een visie dat wij meerdere vestigingen in het land gaan vestigen. Dus wij zitten nu in Brabant, dat is vrij onder in het land. En wij willen graag ook naar boven. Maar ook naar bijvoorbeeld Duitsland. Zodat wij ook sneller die import-export kunnen doen. Zonder dat wij, dat is toch iets vertrouwelijker in het buitenland. En daarbij hopen we natuurlijk dat we de meest exclusieve auto's gaan verkopen die je maar kan bedenken. Gaaf man, ik wens jullie alle succes. Ik weet zeker dat jullie gaat lukken. Dus wij lopen nog even een rondje in de showroom, denk ik. Ik denk voordat jij de showroom in gaat, dat we eerst even die GT2 RS bezoekopdracht even in gaan vullen. Vind ik een super goed idee. Ja toch? Jullie hebben nog wat te doen, ik ga even racen. Hey, hoe lang heb je hem nou? Ik heb hem nu bijna 3 jaar. En ruim 20.000 kilometer meegereden. 20.000 kilometer, hè? 20.000 kilometer, ja. Ja, ik vind dat je alleen miniaturen staan stil, toch? Dus je moet je auto wel gebruiken. Lekkere statement, maat. Ja, dit is zo'n auto die kan ik gebruiken, dus dan moet het ook doen.
Zijn er nog auto's die jou aan het twijfelen maken? Ja, ik wil eigenlijk nog heel graag een Porsche rijden. Dat is gewoon puur omdat ik dat nooit heb gereden. De auto's die ik zie en die ik van binnen bekijk, die zien er toch wel heel erg gelikt uit. Zeker, ja. Als ik voor het luxe zou gaan, dan ga je toch wel denk ik richting de Panamera. Mm-hmm. En ja, voor sport is natuurlijk iets in de GT3 RS. GT2 RS is ook heel leuk, maar dat is weer toch gewoon andere. Als je dat doet, jongen. Oké. Na de SVJ, wat wordt de volgende? Dan ga ik toch voor de Roadster. De Lamborghini Aventador SV Roadster. Hij komt, ik hoop, in eind november. En dan kunnen we lekker met een open dakje gaan rijden. Dan komen we weer bij je terug om te filmen, dat snap je, hè? Zeker, zeker. En dit keer is hij niet mat, maar wordt hij volledig glossy. Dus ik ben echt enorm benieuwd hoe die eruit gaat zien. Heel vet, man. Zeker, ja. Heel vet. Hey Kenny, lekker ritje, man. Zeker. Eindelijk leuk, met je meegereden, dat was nog niet gebeurd. Hey, de SVJ. Ja. Het ziet er super uit zo, maar volgens mij is het niet meer helemaal standaard, hè? Nee, ik heb inderdaad wat dingetjes veranderd. Ja, hiervoor kan je het al zien natuurlijk, want dat is de meest kenmerkende, de voorkant van de SVJ. De frontlip is, daar is een nieuwe opgezet, die is ook helemaal van carbon. Dat is eigenlijk, is dat de voorkant. Verder hebben we daar niks aan gedaan, dus gaan we even naar de achterkant lopen. Je hoeft er ook niet heel veel aan te doen, hè, aan de SVJ op zich. Nee, ja, kan altijd extremer, toch? Dat is waar. Kan altijd extremer. De achterkant, nou, hier hebben we andere luchthappers. Deze zijn ook van Novitec, alles is van Novitec. Het zit natuurlijk aan beide kanten. Even voor de mensen, normaal zitten hier ook luchthappers op, maar die zijn er niet zo van carbon. Nee, dat is dan één geheel, dus dan heb je gewoon één lucht inlaten en nu zijn het er drie. En het is gewoon nog extremer. Nog bruter. Ja. We hebben hier achter ook nog twee lipjes, ook van Novitec, ook carbon, mat carbon, alles natuurlijk. En dan maakt het pakket bijna compleet. We gaan natuurlijk ook nog de uitlaten doen. Dus we gaan nog meer herrie maken. Hey, en binnenin heb je de audio gedaan. Wat heb je precies gedaan? Alle speakers zijn vervangen. Liggen er nu drie versterkers, waardoor je helemaal niks meer kan meenemen. Dus een t-shirt kan je meenemen, misschien nog een tandenborstel en dan is het eigenlijk wel een beetje klaar. Dus we zijn ontzettend blij met de luggage service van Streetgasm. Daar doen we het. Hoe is dit ontstaan? Vertel eerst even hoe het ontstaan is, want je hebt op een gegeven moment Streetgasm gegeven op een hele bijzondere manier volgens mij, hè? Ja, klopt, ja. We hadden een soundbox meegenomen van Harman Kardon om toch wel een beetje muziek te kunnen luisteren met zo'n lange rit. En die hadden jullie gewoon achter je liggen? Ja, die had Jess op schoot. Want we hadden geen plek meer, dus we moesten iets verzinnen om toch een beetje muziek te luisteren. Achteraf was die ook leeg, ik kon hem niet meer opladen, dus dat was ook snel einde verhaal. Maar het standaard systeem vond ik gewoon niet genoeg en ja, dat is het nadeel als je al een pre-built auto koopt. Dan heb ik besloten om door Brian een ontzettend mooie box achterin te laten bouwen. Ja, ik vind hem helemaal super zo. En juist die kleine subtiele aanpassingen zijn super dik. Dankjewel, dankjewel. Ik ben onwijs benieuwd naar je volgende project, vriend. Oké, nou, your turn, Matty. Zo. We gaan deze even onderwerpen aan de grote Streetgasm backdrive proef. Ja. Nee, ik heb daar wel deze. Oké, okay, keren. De lift gaat hier een redelijk stuk omhoog, hè? Ja. Toch ben je voorzichtig, hè? Het ding met McDrives is dat ze gewoon gemaakt zijn om mensen te plagen die een supercar hebben. Gaat het goed daar? Hier gaat hij goed. En hier? Geef het even. Hier, hoe gaat het hier? Ja, dat komt ook wel goed. Goed. Iemand legt nou een rotsblok in de McDrive. Hoe vindt u hem kijken? Ja. Hallo. Mooie auto. Ja, hoe vind je hem klinken? Ja. De auto vindt het ook leuk hoor. Ja, lekker hoor. Zijn ze dan, jongen? Ik had een beetje een softe McLaren. Ja, maar dat is het niet, hè? Dat is hij niet. Nee, dat is hij niet. On,
onderin, in zijn ziel, in zijn basis is het gewoon een McLaren, hoor. Ja, ik vind hem heel tof, man. Goed, als mensen kijken, wat zouden jullie doen? 720S of een GT? Is het? Dat is een interessante vraag. Ja. En als je een antwoord geeft, vertel me ook even waarom, hè? Want ja. Ik denk ook dat ik dit wel heel erg kan waarderen. Ja, het is moeilijk, hè? Ja, het is een hele moeilijk. Vroeger zouden we 720 blind. 720 all the way, ja. Ja, vraag het ons 4 jaar geleden. Ja, ja, 720. Ja. Nee, dit is bijzonder. En dat is eigenlijk heel goed voor McLaren dat ze, ja, dat ze dit weten te bereiken. Dus McLaren, top. Ja. Keep it up. Zeker weten. Eindelijk, Maurice. We hebben eindelijk kunnen rijden in de McLaren GT. De auto met twee karakters. Ja, heel vet, hè. En lekker op bezoek geweest bij de jongens van Fast Lane. Ik vind een heel tof verhaal wat ze hebben. Twee jonge ondernemers die zo'n mooi bedrijf opzetten. Een waanzinnig mooi pand hebben neergezet. En natuurlijk die SVA. Ja. Een stukje extra waarde aan zit natuurlijk. Hé, hey, de verdict die we altijd hebben. Twee vragen. Een voordeel en een nadeel. Voor en nadeel van de McLaren GT. Ja. Zo lang opgewacht om mee te rijden, man. Het voordeel, absolute looks. Ik vind het een hele mooie auto. De lijnen kloppen. Ik vind het echt, echt mooi. En ik vind hem enorm veelzijdig. Je kan hem voor alles gebruiken. Track day of lekker mee cruisen. Dus dat is mijn verdict. En je nadeel? Die heb ik niet. Die neem ik wel op me dan. Oké. Hij heeft twee voordelen. Wat vind jij nou het nadeel dan? Begin eens met het nadeel aan de McLaren GT. Als ik hem dan toch een nadeel moet geven, zeg ik toch wel echt dat hij heel duur is. Ja. Zo cliché. Ja. Dus ja, toch wel weer een voordeel, hè? Voordeel? En dat is toch wel dat deze auto echt twee karakters heeft. McLaren heeft dat echt heel goed gedaan. Je kan die auto echt wel comfortabel rijden als een GT. En gewoon op het standje track mode, McLaren karakter, hardcore en gewoon de raceauto in de klas. Dus echt, ja, goed gelukt, ja, hè? Ja, ja, ja. Echt goed gelukt. Jongens, voordat we deze aflevering afsluiten wil ik jullie nog even onwijs bedanken voor jullie betrokkenheid. Super leuk om zoveel leuke vragen te krijgen over de McLaren GT via Instagram. Bijzondere vragen ook. Bijzondere vragen, ja. Echt leuk over nagedacht. Ik wil Lauwman onwijs bedanken voor het lenen van deze prachtige McLaren GT. En Fastlane Exclusive voor de gastvrijheid. Vergeet niet te abonneren. Heb je alle afleveringen gemist? Kijk dan even beneden in de beschrijving. Zie je alle linkjes naar de voorgaande afleveringen. En zoals altijd, we zien jullie de volgende keer weer. Ciao!